En een hele goedemorgen, welkom bij deze zaterdag. Ik ben een beetje gestrest. Ik heb 3 wasmanden weggewerkt. Als in schone was, opgevouwen, in Jeffrey's kast gelegd, in mijn kast gelegd en aan de hangers. En de handdoeken, tafelkleed. Alleen veder was heb ik netjes in de wasmand opgevouwen. Op broekje, op select, zeg maar op categorie. Dat hebben we gedaan. We hebben, ja, ik weet niet of je hem ziet, maar hier in de weg staat een kast nu. Die wordt opgehaald vandaag. Maar ik heb die wasmanden binnen 30 minuten allemaal opgevouwen en in de kast gedaan. En ik ben trots op mezelf. Dus dat is gedaan. Jeff gaat verder deze teringzooi vandaag aanpakken. Hoop nu. Sterkte daarmee. Ik heb er ook de badkamerkastjes uitgezocht. Zal ik ze nog even laten zien. Ik heb een klein beetje haast, want ik moet de trein hebben van 9 uur. Dus over 3 kwartier moet ik de trein hebben. Dus ik moet zo even bikkelen. Snel douchen, aankleden. Ik heb geen idee wat ik aan ga doen. Maar ik ga eerst gezondje eten. Thanks Jeff hiervoor. Hola, ik ben inmiddels weer in Utrecht. Of al in Utrecht. Met Dagi in de kleedkamer ernaast. Echt ziek veel. Joehoe. In de monkey. Leeg geplunderd. Ik ga dit allemaal passen. Maar ik ben een idioot. Ik was echt aan het stressen. En ik had dus, omdat er een rij stond voor de kaartjesautomaat. Of voor de oplaadautomaat. Dacht ik slim te zijn. Dus ik heb via NS een kaartje gekocht. En die zou naar mijn mail gestuurd worden. Maar blijkbaar zat mijn mailbox vol. Dus ik zieke stress, want ik had al betaald. En het was echt een klein drama. Maar we hebben het overleefd. We zijn nu hier. En gelukkig was in ieder geval de laatste machinist heel erg aardig. Noem je dat zo? Conductrice? Ze was in ieder geval aardig en ik mocht mee. Dus ik dacht, ketje. En nu heb ik een obsessie met wit. En ga ik dit allemaal passen. Het is als het goed is allemaal prego-proof. Want zoals je ziet, mijn mom jeans pas ik al niet meer. Dus we moeten even nieuwe kleding hebben. Ik heb het niet echt nodig, maar het gaat om het idee. Nou, dit wordt hem niet. Pyjama-stijl. Nou, dit wordt hem sowieso niet. Hij is ook veel te strak. Nee. Nou, ik heb deze aan. Ik vind hem eigenlijk wel leuk, maar beige doet dus gewoon niks voor mij. Het maakt me echt mijn huid grauw. Ik weet niet eens of je het goed ziet op camera, maar ik vind deze kleur, ik moet echt gewoon bright white hebben. Als die echt wit was geweest, was het wel leuker geweest, maar nee, hij lijkt op de camera, lijkt hij dan wel weer leuk. Maar trust me, ik lijk hier echt, mijn huid wordt er gauw door. Ik vind deze ook net niet. Ik hoop dat ze hier. Ik vind deze ook net niet. Ik vind paard leuk staan, maar lila is het toch net niet. Ik voel me echt alsof ik meedoe aan Barbie en de toverprinses of zo. Ook leuk, maar is niet helemaal op mijn lijf geschreven. Ondertussen belly shops. Echt leuk. Jammer, ik voel me echt alsof ik net de gevangenis ontsnapt ben. Hoe jammer ik het ook vind. Deze is niet, want hij is echt te oversized. En dan denk je, neem je toch een kleinere maat? Maar dit is een XS. Hou. Echt jammer dit. Maar ik wil dus een wit blouseje scoren, maar ik krijg hier echt papa wil ze overhemd vibes van terug. Van papa wil ze overhemd terug vibes. Goed verhaal. En ik vond deze eigenlijk nog leuker met dat stofje, maar ja, ik kom hier echt niet meer weg. Nou, ik ben echt boos, want ik vind deze trui echt super leuk. Maar mom life en deze mouwen. Ik heb eerder tops weggedaan die echt heel leuk waren, maar die te lange mouwen hadden. Ik kan hier niet mee koken, ik kan hier niet mee mama dag beleven. Op kantoor is het schijt irritant, want dit zit dan onder mijn toetsenbord. Dus hoe leuk ik dit shirtje ook vind, ik ga hem niet kopen. Stop. Ik ben met de mooiste dagmarijntje die ik niet ga laten zien. Dagmarijntje Brad. En ik heb een salade en een juice, want het was een deal en ik ben zwak. Respect trouwens voor Dagmar dat ze hier nog met mij wil zitten, want het was echt een drama voor mij om een keuze te maken. Ik weet niet of dit Prego Brain is, maar ik kon echt ineens niet kiezen en dat duurde echt ziek lang. Dat meisje zat volgens mij ook echt zo van, maak een keuze. En de brownie komt eraan, tahini brownie. Helemaal zin in. Ik ben ondertussen helemaal verliefd geworden op deze van de Sissy Boy. Hij is dus hier gewoon sweater. En hier is hij dus een soort braderie. Ik vind het zo schattig. Het heeft dus die ander ook die ik ook van de Sissy Boy heb. Die ik vandaag aan heb. Ik vind het heel leuk.
had. Een schatje. En ook leuk met deze eigenlijk ook. Wederom een twijfelgevalletje. Ja, ik vind dus het stiksel heel mooi. Ik had hem zelf nooit gepakt, maar die vrouw had hem gepakt. Hij heeft dus zo'n stikseltje erin. En ik draag dus nooit zoiets. Het is bijna een soort tijgerprint ook. Maar ik vind het wel, zeg maar... Oh, ik weet niet of je het ziet. Maar wel leuk dat hij soort van er wat luxer uitziet. Hij is ook wat duurder dan een gemiddeld H&M shirtje of iets. Maar... ja, ik weet niet. Misschien omdat ik ook meestal geen make-up op heb en zo. En ja, dat ik het dan wel leuk vind als mijn kleding er wat luxer of leuker. Ik weet het niet. Maar... ik weet niet of ik ze nou allebei neem. Want ze zijn wel allebei duur. Twijfelvalletje. Nou, ik ben intens gelukkig. Ik wilde de hele tijd zitten, want ik voel me echt een oud wijf. En ik zit nu in een ei. Ik ga hier wonen. En we hebben bubble tea van de Xenos. Ik wist niet eens dat dat een ding was, maar het is nu in Utrecht. En het was 7,50 voor twee. Het valt best wel mee. Mocht jij nog steeds niet filmen, hè? Nee. Moet ik jou filmen? Is goed. Film me maar in mijn ei. Dat je in je ei zit. Een hele mooie bubbel. Heb je hem al doorgeprikt? Doorgeprikt? Nog niet. Ja, dat is kut. Soms probeer ik. Ik ben bang dat er overheen gaat. Ik kan beter op de grond zetten. Dat is wel waar. Gaat slim weer. Als het dan... Oh. Ja! Wat goed van jou. Oh, ik ga het ook proberen. Met één hand nee niet doen! Engert. Wacht even. Mocht het fout gaan, dan heb ik support. Hoe doe je dit? Hart en ieder. Ja, goed zo. Helemaal blij. Cheering you up, Anita. Proost. Niet gesponsord trouwens. We zijn bij de Copper Branch in Utrecht. En we hebben patatjes besteld. Een burger delen we. Ja, die kaart valt. Nuggies. Chips met guacamole. En ik heb een chai latte en een limonade. En het schijnt hier allemaal vegan te zijn, dus we nemen straks misschien ook nog een taartje. Super chill. Ik ben heel benieuwd. Yo, ik ga even een shoplog geven. Ik heb Jeff net al een shoplog gegeven, maar jullie mogen dit ook zien. Ik werd als laatste, maar ik laat het als eerste zien, verliefd op deze fase waar Jeff zijn bedenkingen over heeft. Maar hij was €20 bij de kassa. En ik ben helemaal verliefd op dit ding. Ik denk dat dit de categorie is, you either love it or you hate it. Maar ik vind het ook echt helemaal gaaf en leuk bij onze muur en alles. En ik hou er fan. Ik ben fan. Het is een vaas, er moeten dus bloemen in. Maar ik word helemaal warm van. Helemaal heet, weet je wel. Nou, Jeff, wat is jouw antwoord over de vaas? Niet helemaal mijn stijl, maar op zich is die oké. That's good enough for me. Dan heb ik gekocht. Vet schattig trouwens dat je hiermee speelde. Wat je die geeft. Ja, ik zei Bullabaloo. Bullabaloo. En hij leek een beetje. Dus nu ging ze mij het vasthouden. Zij zei Bullabaloo. Ik zeg, wil je Bullabaloo mee? Zo lief. Stom. Cute. Ik had deze gekocht bij de Sostenegrenen. Ik heb nog iets thuis gedaan, want ik heb een hele bestelling geplaatst bij Sostenegrenen. Ik zag ook een spiegel die ik leuk vond. Een houten plankje voor de babykamer. En een lamp voor de vederkamer. Maar dat was allemaal best wel zwaar en veel om mee te nemen. En toen keek ik dus. En als ik het online bestelde, kon ik alles bij elkaar gratis verzendkosten krijgen. Dus gratis thuisbezorgd. Dat is beter. Dus ik dacht, ja, waarom zou ik dan in godsnaam lopen sjouwen met alles? Als ik het ook gratis thuis kan krijgen. Dus dat heb ik gedaan. Plus, als het breekt, dan heb ik garantie tot aan de deur. En dat heb ik niet als ik in de trein iets op de grond laat kletteren. Maar het was een hele leuke asymmetrische spiegel hebben ze daar. Maar laat wel zien als het binnenkomt hier in huis. Maar ik weet niet wanneer het bezorgd wordt. Ik heb die van Dagmar ook laten bezorgen bij ons. En Dagmar wilde dezelfde spiegel. Want die spiegel, echt, die houden jullie nog te goed. Maar hij was 15,40 en
Dat is echt belachelijk voor zo'n leuk spiegel. €15,40 voor een asymmetrische spiegel. Dat vind je niet snel, volgens mij. Maar goed. Ik heb deze Happy Birthday gekocht. Die heb je ook nog niet gezien. En deze. Ja, dat is wel grappig, hè? Wel dat je denkt, nou, daar moet ik wel van lachen. En tulpies. En tulpies. Alsjeblieft, lieverd. Ah, geweldig. Deze heb ik gekocht voor Pietje, want ik had ook nooit voor mezelf gekocht. En ik wist dat ik anders het huis niet meer inkwam. Dus ik deze niet kocht. Ik denk dat ik daar wel... Je goed genoeg voor ken na bijna 10 jaar. Verder, ja, hier zat de vaas in. Deze rok gekocht. Waar, van de CNA. Waar Pietje echt nu al op haat. Maar ik vind hem heel leuk. En daar gaat het om. Ik dacht leuk met wit erop, maar ook leuk met paars erop. Ik zei, ik vind dat lila paarsachtig. Vind ik altijd zo oma-achtig. Maar als je een goede combi hebt met iets anders. Tuurlijk heb ik dat gehad. Dan, I'm a fashion. Fashionista. Ik vind die split ook heel leuk. Helemaal warm wordt ervan. Maar de paskamers hadden ze al dicht gedaan. En ik was natuurlijk die idioot die gewoon ging passen midden in de winkel. Ze hadden de paskamers dicht gedaan. Ze keken ook echt zo. Dit was niet de bedoeling. But I did it anyway. Echt, ik snap dat alle winkelmedewerkers mij haten. Maar sorry. Ik moest gewoon passen, want anders neem ik niet mee in huis. Maar goed, deze van de CNA. Ik vind hem helemaal leuk. Ik wilde dus denk ik of zo'n kleur paarse blouse opdoen. Die ik al in gedachten heb. Die heb ik al in huis. Of zoiets wits als ik nu aan heb. Ja, ik kan er zelfs blauwe trui op doen. Oeh, dat is ook leuk. Ik heb ook die kleur blauw. Love it. En ik kan er zelfs zwart op doen. Ik heb ook een zwart shirtje daar gekocht. Helemaal hot mama vibes kreeg ik hiervan. Het is een crop top. En die dingetje is. En ik zat dus te denken als ik zwanger ben. Ik wil dus eigenlijk liefst zoveel mogelijk kleding kopen. Die ik na mijn zwangerschap ook aan kan doen. En... ik draag sowieso vaak crop tops met dan mom jeans. Die ik nu niet meer pas doordat ik een buikje heb. Maar als ik stretchy rokken koop en crop tops, dan kom ik daar volgens mij redelijk mee weg in de zwangerschap. Omdat de bovenkant, los van mijn borsten die misschien iets gaan groeien, blijft redelijk hetzelfde. Dus daar past de crop top overheen. En dan een stretchy rok kan denk ik redelijk mijn buik fixen. Dus dat. Verder een... Zeeman rompertje gratis. Want als je zwanger bent en je geeft het bij Zeeman aan, dan kun je zo'n code krijgen dat je gratis een rompertje kan ophalen. Ik had eerst allemaal andere rompertjes in mijn handen. Het is wel een ingewikkeld verhaal, want niet elke romper mag je dus gebruiken. Maar ja, deze was 62,68. Ik dacht, daar groeit de baby net iets minder snel uit. Dus dat. Verder vond ik dat Willempie trots op ons moest zijn. Dus heb ik deze maar gekocht voor Koningsdag. Hè? Kunnen we toch voor de dag komen? En ik kijk er nu al naar uit om zo'n vlaggetje bij Vee op de bank te hebben. Lijkt me echt zo schattig. Stiekem heb ik het voor Vee gedaan. Nou, 8 van deze, want ik ben een hoorbol. En Lush douchegel ding. Dagmar kocht deze ook en ik vind deze altijd heel lekker. Ik had hem ook tijdens mijn 8 maanden reis mee. Dus ik dacht, die moet mee. Shampoo bar. Deze is heel fijn. Coconut rice cake. Hij is roze met wit en bloemen erop. Dit, ik weet niet wat er in mij omging, maar ik dacht, geld moet rollen. Deze trui is €74,99, maar zoals je zag, hij is toch niet normaal leuk, dus ik heb dit nodig. Dan deze, waarvan je ook denkt, is hij van goud gemaakt? Nou, er zit echt een goud glittertje in. Dus het zou zomaar kunnen. deze is €49,99 van de Sissy. En het is een beetje uit mijn comfortzone, maar ik vond hem helemaal leuk. Wat vind jij ervan eigenlijk? Rock. Van glitter toppie en die andere? Ja, leuk. Alleen ben ik dus gewoon dat jij minder wasmachine doet, dat hij dan helemaal niet ja, daar ben ik ook bang voor. Caramel saus, because I could not resist. En ik krijg toch wel een buik, dus hè. Goud, glitter, eetbaar. Sustain grain, heel leuk. Deze tas, ook van de CNA. Nou echt, ik ging bijna oud. Ik dacht, deze moet ik hebben. Ik heb nog niet genoeg canvas tasjes. Heb ik dus natuurlijk wel. Maar ik kon deze niet laten liggen. Dit is echt de kleurspijker die ik echt leuk vind. En die bloemetjes. En oh my god. Ja. En Nori van de Amazing Oriental. Dit ook natuurlijk. Cadeautje voor Luba's kindje, waar ik dinsdag heen ga. Dus ik kan het al vertellen. Het is een boekje met... raad eens hoeveel ik van je hou met konijntjes. Die heeft Vee ook. Echt super schattig. Die vond ze altijd al leuk. Dus ik hoop haar kindje ook.
sushi-azijn. Deze was 2 plus 1 gratis, dus Dagmar kocht het en ik heb 1 zak meegedaan. En noedelsnackdingen. En mijn batterij is bijna leeg, dus ik heb het net aan binnen de batterijtijd gekregen. I'm proud of myself. Ik ben buiten adem. Ik ga op de bank knock-out. Want ik ben echt gesloopt naar deze dag. En ik was midden in de dag al gesloopt. En ik voelde echt mijn oud wijf van 80. En ik vroeg me af of het door de zwangerschap kwam. Of omdat ik echt gewoon een lui varken ben de laatste tijd. En misschien een beetje een combinatie van allebei. Maar goed. De buiten is binnen. Ja. Papa en mama gaan aan de bak. Met opruimen. Straks is alles netjes. Je bent zo lekker bezig. Ik ga de bovenverdieping doen. Er is nog genoeg te doen. Hola, ik kan mijn vlogcamera nergens vinden. Maar ik wilde even laten zien dat het huis netjes was. En waar we nu mee bezig zijn. We zijn naar de bouwmarkt geweest. We hebben allemaal dingen gehaald voor hopelijk verder glijbaan. En dus verder de bed. Ik zal even laten zien. Jess heeft het zo goed opgeruimd. Echt love hoe schoon het huis is. Nou, echt super netjes weer. Echt heerly peerly. Ja, de tafel moeten we nog even afruimen. Beddengoed hadden we heel snel binnengehaald en de was ook. Dus dit moeten we ook nog even opruimen. Maar het ging ineens regenen. We hebben ons nieuwe kleedje buiten gelegd. En hier is het weer een stuk netter. En ik ga even de staaltjes trouwens testen voor Vader. De kamer, welke mooi is. De spiegel heeft Joost gedaan, is ook echt te zien. Echt heel mooi. Hier even Sven naar bed aan het brengen. Dat is nog geen succes. Ik de schoenen eigenlijk even netjes in doen. Dat gaan we meteen doen. Zo, dat is beter. Wc wordt lekker schoon. Ik moet wel weer even wachten met de matjes. Tot die weer uit de wasmachine zijn. En die moet zo mee naar boven eigenlijk. Trap ook gedaan. Echt een boefje. De slaapkamer is ook netjes. Bureau. Super nice. Ja, dit moet ik nog wel uitzoeken. Echt stout. Badkamer netjes. Kijk nou. Buikje. Ik kan er echt niet meer omheen. Trouwens, pannenkoeken vanavond gegeten. Had ik niet meer gefilmd, maar. Bad gedaan. Super nice. Echt. Ja, en hier ben ik dus weer bezig met de grote verbouwing. Maar ik wilde even iets laten zien, want het was eerst dus zo die raampjes. Niet letten op de lelijke lamp. En nu heb ik dus bloembakken gemaakt van houtjes en op maat gezaagd. En dan is het dit. Echt zo leuk. Echt een heel ander gezicht. Echt. Dus ik ga hem straks hier aan vastzetten. Ik heb alvast de gaatjes voorgeboord. Maar echt heel erg leuk dit. En ja, hele goede inmiddels avond weer bij deze maandag. Ik weet niet hoe ik het overleefd heb, maar we zijn naar Rotterdam heen en weer geweest. En ik heb nog gewerkt voor mijn werk naar Rotterdam geweest. Iemand anders reed, maar alsnog was het vermoeiend. Hele dag gehad, interessant, maar ik ben echt kapot. Ik weet niet hoe ik het gedaan heb, maar ik heb een stamppot gemaakt met je. Jeff is laat thuis vandaag. Ik heb vee opgehaald en stamppot gemaakt. It looks good, if you ask me. Cherry tomaatjes, snijbonen. Aardappel, spek, vegan spekjes en shoe.